een hele, hele goede morgen op deze zondagmorgen. Het is vandaag 8 april en het is 8:40. Ik ga straks weer naar de kerk. Ik ben er weer klaar voor, althans. Ik neem nog een bakje koffie en een broodje. Zo, een insect. Een vlieg. De eerste voor vandaag die binnen is. Ja, nou Karen, insecten joh. Jij mag een foto van maken, ik film ze wel. Ja. Maar in ieder geval, ik heb een hekel aan die dingen. Ga maar naar buiten. Doei. Hoppada. Zo, want ze is ook dus buiten zoals jullie zien. En die mag nog even buiten en daar is ons andere meisje. En ik zag ons prinsesje nog lopen. Ja, ook goedemorgen. Hé, ook goedemorgen. Maar ja, ik zal opschieten. Ik vergeet mijn water aan te doen voor de koffie. Ook dat nog. Toen krijg je geen koffie. Nee. Maar ik wens jullie als eerste ook eventjes een heel hartelijk welkom bij deze gloednieuwe vlog. En ik hoop natuurlijk dat jullie het fijn vinden om bij ons te mogen zijn. Ik neem jullie mee naar de kerk en ik had in de kerk doen kom uit. Want ze willen niet hebben dat ik daar vlog. Nee, nou ja, heel goed recht. Dus het is voor de privacy van de andere kerkgangers. Dus ja, dan doe je dat maar niet. Dus in de kerk gaat het weer uit. Scheelt ook de batterij, moet je maar denken, toch? Maar in ieder geval, welkom dus bij weer een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier. Doei! Thank you.
Ja, lieve vrienden, mijn beesterboel die was weer blij dat ik weer thuis kwam vanuit de kerk. Ja, ja, gelukkig wel, hè. Ook heb ik gelijk eventjes bij de dekenmarkt even 2 zakken kattengrit gehaald en een zak kattenbrokjes. De kattengrit staat al op de trap om naar boven toe te gaan. En de kattenbrokjes die heb ik hier. Dat is deze momenteel, want andere hadden ze niet. Dus ja, ik ben al wat duurder uit dan normaal. Normaal heb ik die nooit. Maar ja, ik heb altijd krokantjes, die is wat goedkoper, deze is veel duurder. Maar doe er niet toe, het moest dus even een keer, want het was niet anders. En hier wordt het zo goed als op, dus ja, dan moet je toch nieuw hebben, hè, op tijd. Maar in ieder geval, ik ben weer thuis uit de kerk en ik vind het, ja, vanochtend was het warmer dan het nu eigenlijk was, ja. Dat we hebben een klein beetje van de halve marathon meegemaakt, want we zaten er eventjes ertussenin. Maar hun hadden een andere route dan dat ik natuurlijk had. Dus ja, ik weet niet waar ze allemaal langs gaan. Maar het zal mij een worst wezen, zolang ze het maar redden, ja. En zonder ongelukken thuis komen. Maar in ieder geval, ik ga vanmiddag weer met jullie aan de gang. Oftewel met de vlog, op de pc ook. Want die van gisteren moet ik nog in elkaar zetten. En dan begin ik ook gelijk met deze aan elkaar te zetten. Hé, hey, er is daar zijn buitenkant van zijn huis aan het schoonmaken. Ook dat is lol. Ja, ze drinkt op een dakje. En dan zit hij met een boender en water zijn houten buitenmuur schoon te maken. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dan moet ik even, denk ik, inzoomen. Even, dan moet ik zelf ook zoeken waar. Moet jij erin en jij eruit? Kom dan. Dus zo, dan gaan we weer opnieuw. Ja, daar is hij bezig, bij die trap. Daar zie je een meneer. En die is aan het boenen. En mijn hondje. Oké, ik zal weer terugzoomen. Kijken of dat lukt helemaal. Ja, maar nou doet hij het wel. Erg perfect. Dan ja, lieve vrienden, dat komt allemaal goed. Kom je weer binnen, man? Kom. Kereltje. Nee, hij wil ruiken, hij wil buiten. Nou, moet hij zelf weten. Ik heb in ieder geval mijn koffie al klaar en een broodje klaar staan. Dat ik ga lekker even eten. En even tot mezelf komen, want ik zat op mijn scootmobiel, maar ik weet het niet. Bijna mijn knie die begon te sodemieteren, daar bij mijn rug nog eens een keer, dat ik weer even bij kom. Dat ik zeg, tot straks. Later. Ik zeg even niks. Was je weer wakker? Was je weer wakker? Je was zo lekker te slapen. Dat wou ik even laten zien aan de mensen. Ja, je ligt zo lekker, man. Hé? Oh, goeie toch. Mattenklopper. Mattenklopper. Hé? Oh, hij is zo lief. Hé? Kereltje. Ja, ik had trouwens vanmiddag ook nog aardbeienplantjes gekocht. En die heb ik ook vanmiddag al even in een bak gezet. Normaal hadden we die piramidetoren ervoor, die naast de moestuin staat. Maar ja, er is niemand die mij wilt helpen, althans het wilt overnemen, dat stokje van mijn man.
om die aardbeientoren af te krijgen. Er zit zoveel geld in aan hout en materiaal, etc. Dat daar behoort dus aardbeienplantjes in te kunnen kweken. Ik heb nou 4 gekocht en die hangt in die eerste bak aan de schutting. Daar staan ze in, 4 stuks. Kijk, toch nog wat aardbeidjes. En ik hoop toch werkelijk dat er eens een keer iemand is die zich zegt van ja, ik wil helpen. Ja, je kunt de helft van de oogst krijgen. Ieder de helft, simpel. Maar ja, dat is net als met de moestuin. Degene die zich geroepen voelt om mij te helpen, kom. Ja, je kunt mee eten, gratis. En je kunt koffie krijgen, je kunt thee krijgen, net wat je lust. En ja, de helft van de oogst is voor jou. Simpel. Maar ja, er komt maar niemand. Dus ik hoop toch werkelijk dat het ooit een keertje gebeurt. Ja. En lieve vrienden, tot straks maar weer. Meisje. Koek, koek. Hey, do. Ook geen bewering bij jou. Zo, de wietetjes. Ja, lieve vrienden. Die dame is vandaag niet al te lief. Die meneer daar is vandaag niet al te lief. Nee, die loopt trouwens maar te janken. Die heeft al op het vrouwtje geroken. Ja. En dan mag hij helaas voor hem niet erachteraan. Dus ja, het is prachtig mooi weer, maar de tijd gaat door. Het is 7:30 geweest. Ik ga zo mijn eten weer opwarmen, wat ik gisteren klaar had gemaakt. Dat was rijst met worteltjes, doppertjes en vis en wat currysaus erdoorheen. En die meneer wil niet eten. Dus ja, wat er aan de hand is, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval ook mijn vriendin Chrissy, die komt straks weer eventjes. Die ook een soort met zusje van mij, jullie kennen haar ook al. Die zal zijn oortjes weer doen, rond 8:00 geloof ik dat ze komt. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En voor later welterusten en mooie dromen. En voor morgen degene die werken moeten, werks uiteraard. En voor degene die naar school moeten, studeren moeten, ook werken. En ik hoop dat jullie van deze vlog van vandaag weer mogen genieten. Dit was dan Corina en haar beestenboel. Doei, doei, doei.